De hondenbrigade van de politie heeft op zaterdag 27 augustus 7 staven met een spul onderschept op de Johan Adolf Bengel luchthaven. De staven waren gewikkeld en geplakt met zwart plakband en zaten verborgen in een frame van een container, welke zou worden overgevlogen naar Nederland. Het spul bleek na onderzoek cocaïne te zijn, die een bruto gewicht van ongeveer 650 gram heeft. De drugs is overgedragen aan de narcotica-brigade. Vooralsnog is niemand aangehouden in deze zaak. De narcotica-brigade zet het onderzoek voort.